afdeling jeugdzaken van het Korps Politie Suriname heeft afgelopen zaterdag in de Hermitage Mall een voorlichtingsdag gehouden voor jongeren. De meest voorkomende strafbare feiten onder de jeugd zijn diefstal, mishandeling en vernieling. Om te voorkomen dat meer jeugdigen in de criminaliteit belanden, organiseert de afdeling activiteiten waar de gemeenschap direct bij betrokken is. De Bikers Unit van het KPS gaf enkele demonstraties die gewaardeerd werden door het publiek in de mall. Een verontrustende ontwikkeling onder de jeugd is de toename van seksuele misdrijven, zegt inspecteur Hiljan te Forsten. In het jaar 2016 heeft de politie 372 gevallen van seksueel misbruik geregistreerd. Het korps vraagt middels wandel- en trimlopen hiervoor de aandacht. De bedoeling van onze wandel- en trimloop was ook dat wij de drempelvrees moesten verlagen. Alleen dat mensen konden komen naar de politie om aangifte te doen. Omdat het is gebleken in het verleden dat ouders de kinderen niet in bescherming namen. Maar juist degene die zich daaraan schuldig had gemaakt. Als wij kijken naar seksuele misdrijven. Was het vroeger zo, voor 2009 hadden wij een probleem. Dat als een meisje tussen de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar seksueel misbruikt was geworden door iemand, dat er een klacht nodig was voor de vervolging van deze verdachte. Nou, en wat merkten wij? Dat de ouders hun medewerking niet verleenden om die klacht in te dienen, omdat ze de dader in bescherming namen. Het is belangrijk dat het kind dat misbruik is, optimale begeleiding krijgt, zegt Forster. Volgens haar heerst er nog steeds een taboe in Suriname als het aankomt op seks. Deze taboe moet worden doorbroken. Wat hebben wij gemerkt in onze samenleving, is dat seks een taboe is. Taboe in die zin dat de meeste mensen niet erover praten. We zijn bang om onze kinderen te zeggen, niemand mag je aan die billen aanraken. Niemand mag aan de bobbetjes komen. Niemand mag mij een zoen geven op mijn mond. En niemand mag zeggen, kom met mijn tolly spelen of kom met mijn pony spelen of kom mijn tolly zuigen of kom mijn pony likken. Dat mag niet en dat moeten wij aan onze kinderen leren. We moeten ons niet schamen ervoor, omdat wij weten dat als wij ze niet leren, als iemand dat doet, of ze roepen om te zeggen, kom dat doen, dat zij weten dat het niet mag en dat ze niet meewerken dat het gebeurt. En als dat kind het niet weet en het gebeurt toch, is het gebeurd tegen de schuld van zo'n kind in. Daarom moeten we ze bewust maken en daarom moeten we ze weerbaar maken. Daarom moeten we ze leren wat wel mag en wat niet mag. Het is geen schande als je met je kind praat over seks. U moet een vrije communicatie hebben met uw kinderen, mensen. Dat was inspecteur Hiljan te Forsten afgelopen zaterdag bij de voorlichtingscampagne van de afdeling jeugdzaken van het Korps Politie Suriname. De campagne werd gehouden in de Hermitage Mall.